Maar in de geest van wat we nou vandaag willen, een beetje too much. Mevrouw Verveen. Meneer Verveen. Ja, voorzitter. Op dit punt zou ons voorstel zijn om het vandaag wel even te behandelen. En de stemming daar volgende week over te doen. Dat is al afgesproken, maar dan even de inhoudelijke onderbouwing. Want we hebben hier eerder heel veel gedoe over gehad in deze gemeenteraad. Ik wijs ook even naar de motie die daarover is ingediend en aangenomen. Waar niet de mensen onder staan, onder andere de heer De Klein. De heer Snijder, Bonte, Belhaai. En dat ging over dat we als gemeenteraad heel terughoudend moeten zijn in het verklaren van de geheimhoudingsverklaring op stukken. We hebben toen ook, toen het over het vorige stadionplan ging, waren de stukken oorspronkelijk ook bijna allemaal geheim. En de second opinions. En toen hebben we uiteindelijk besloten om die geheimhouding eraf te halen. Toen was het argument van het bureau, ja, intellectueel eigendom van de onderzoeksmethode. En toen hebben we als gemeenteraad gezegd, ja, als je dat echt heel belangrijk vindt als bureau, dan kan je wat ons betreft fluiten naar opdracht voor de gemeente Rotterdam. Want het gaat over gemeenschapsgeld. Dat is het tweede argument. Er wordt een bijdrage van de gemeente Rotterdam gevraagd namens de belastingbetaler. Wij vinden, en volgens mij meerdere partijen hier in de gemeenteraad, dat je dan dat debat zo maximaal transparant mogelijk moet kunnen voeren. En dat de gemeenschap mee moet kunnen kijken met wat er gezegd wordt en wat er gesteld wordt in dat debat. En bovendien, hoe kunnen wij hier met elkaar debatteren als wij het niet kunnen hebben over de sector opinions, als we het niet met elkaar kunnen hebben over de business case en over de afweging. Of het nou wel of niet verstandig is om daar geld in te stoppen. De wethouder heeft al iets gezegd in zijn brief. Van laten we daar inderdaad ook even goed naar kijken. Dus daarom ons voorstel om dat komende week te doen. Dan kan iedereen ook die stukken lezen. Ik heb de sectorpinning gezien in de kluis. Ik mag er niks over zeggen. Behalve dan dat ik geen enkele reden zie om dat niet openbaar te maken. En ik heb een tweede voorstel. En dat is dat we de technische sessies. En ik weet dat het gebruikelijk is om die niet live te streamen. Maar omdat dit waarschijnlijk zo'n groot dossier is waar zoveel aspecten aan zitten. En we krijgen daarom ook zoveel technische sessies. Dat hierbij het voorstel om ook de technische sessies gewoon zo maximaal open te doen. En ook live te streamen. Dat iedereen mee kan kijken. Want de stad is gewoon nieuwsgierig naar alle afwegingen die in dit dossier gemaakt worden. Dank u wel. De heer De Klein. Voorzitter, want dit is van de orde. Want volgens mij komt het er gewoon op neer dat het niet zo zinvol is om dit agendapunt nu te behandelen. Ik ben het grotendeels eens met wat de heer Verveen zegt. Maar blijkbaar is er ook, dat is gisteren in de commissie gewisseld. En volgens mij wil het college dat ook graag, om daar nog eens goed naar te kijken van wat nou wel en niet per se geheim zou moeten zijn. Dan kunnen we het ook beter inhoudelijk volgende week behandelen als we die informatie hebben. Ja, dat is niet anders, want we kunnen vandaag en geen besluit nemen en niet de discussie voeren. Dus dan moet het volgende week. Als de heer De Klein dit punt in de orde tijd gemaakt heeft om de tijd van D66 te herstellen. Ja. En van de SP. Dat is fijn. Bruin. We begrijpen het verzoek inderdaad, zoals dat ook is ingediend. Ik ben gisteren ook nog even wezen kijken. De griffie ging sluiten, dus ik had wat weinig tijd. Dus het komt goed uit dat we daar voor volgende week naar kunnen kijken om daar inderdaad een gewogen oordeel over te geven. Het uitgangspunt openbaar tenzij, dat steunen wij natuurlijk van harte. Maar ik zeg al, ik heb de komende week nodig om in ieder geval te kijken of dat inderdaad wat daarop slaat. Ik weet tot de heer Verveen voor mij geweest is om het te bekijken. Maar ik ben blij dat we daar volgende week over doen. Het feit dat technische sessies, volgens mij is het allemaal openbare informatie. In ieder geval de krant had de kostenbatenanalyse, maatschappelijke de krant, geen reclame maken. Die had hij ook al, dus nee, maar die interne, of de meetings die we hebben inderdaad, die uit te zenden, dat zou een gezien, nou ja goed, er wordt hier gezegd nee, maar ik zie niet in wat daar op dat moment fout aan zou zijn, maar goed, dat laat ik aan anderen. Verveen. Ja, de heer De Kleine heeft natuurlijk een punt van dit moet je goed uitzoeken. Dus daarom zou ons voorstel zijn dat het college nog even heel goed kijkt naar wat moet nou echt openbaar, omdat daar commerciële belangen mee in het geding zijn. En wat ons betreft, zowel waar het gaat om de roze stukken als de geheime stukken, kan er veel meer openbaar dan nu is. Maar het college heeft zelf al in een brief gezegd om daarnaar eens goed in te kijken. En dat we dan met een hernieuwd voorstel volgende week daar gericht inderdaad nog een laatste debat over kunnen voeren. Een orde debat en over kunnen stemmen. Van Laan.
Ja, voorzitter, er lopen hier een aantal dingen door elkaar. Allereerst de discussie, wat is geheim en wat is niet geheim? Er zijn regels voor die gewoon vastgesteld zijn. En dat is niet alleen maar cijfers, maar dat is soms ook intellectueel eigendom van een bedrijf. En daar hebben we vorige periodes ook al discussies over gevoerd. Maar als je als college of als stad een afspraak maakt met een bedrijf, dan hoor je die afspraken te handhaven. Dus ik wil graag in de afweging van wat geheim is en wat niet geheim, dat ook graag meegewogen hebben. En daar hechten wij als VVD ook waarde aan, want afspraak is afspraak ook met externen. Mocht het dan zo zijn dat er dingen geheim zijn, dan is dat nou eenmaal zo. En dan moeten wij ook in andere dossiers, of we zijn consequent, want we hameren hier bijna elke maand stukken af die geheim zijn. En nooit is het een issue, behalve als het om een gebouw gaat met een ovale vorm op Zuid. Ik zou het prettig vinden als wij dan als raad ook inderdaad consequent zijn daarin. En het tweede verhaal wat hier speelt is dat wij informatiesessies openbaar zouden moeten streamen. Ik zou dan, als je dan op die manier met elkaar per se dit proces wil voeren, dan zou elke van die informatiesessies een formele commissievergadering moeten worden. Omdat dan naar buiten toe voor mensen ook helder is wat er gebeurt. En wij elkaar ook daarop kunnen aanspreken. Want wat er nu bijvoorbeeld van de week gebeurde voor de mensen die niet bij die vergadering waren, is dat het verslag is bijgehouden door een van de externe partijen. En ik denk voor de zuiverheid van de discussie dat het dan prettig zou zijn dat het in handen van de Griffie is. En dat kan je dan alleen maar doen als het een formele vergadering is, waar dan ook procedures bij horen. En elkaar, als je erop terugkijkt over 10 jaar, ook serieus op kan bevragen. Dan gaat het ook het archief in. En een tussenweg van het uitzenden, waarbij burgers geen idee hebben wat de status van die vergadering is, lijkt mij in ieder geval niet ver naar de mensen die dan zitten te kijken. Verveen. Ja, voorzitter. Ik hou elke keer in mijn achterhoofd de VVD als partij die voor zo min mogelijk regels is. En ik hoor me net toch een handboek met regels voorbij komen, maar goed. Ik heb een extra vraag aan het college, want ook al heeft de VVD die niet meegetekend, we hebben als meerderheid namens de gemeenteraad gezegd, we willen het gewoon echt niet meer hebben, dat dingen niet geheim worden gemaakt omdat onderzoeksbureaus zich verschuilen achter intellectueel eigendom van een methode. Ik krijg een signaal dat het ook niet meer gebeurt, maar dan zou ik ook misschien nu of volgende week van het college willen horen, is dat nou ook echt zo dat we doorgevoerd hebben? Want ik hoor eigenlijk hier de VVD een pleidooi houden. Nou ja, als een bureau dat wil, dan moeten we dat gewoon respecteren. En een tweede opmerking, waar het gaat om de technische sessies. Als mensen kunnen lopen. Gisteren waren er ook supporters en vertegenwoordigers van supportersverenigingen. Als mensen kunnen binnenlopen en daar ter plekke kunnen kennis nemen van wat er gezegd wordt, zie ik geen enkele reden om dat ook niet gewoon live te doen. Sis. Ja, voorzitter, volgens mij een punt van orde. De klok loopt niet en volgens mij zit het gewoon een debat. Nou, volgens mij gaat het hier om inhoudelijke argumenten en niet meer om de orde. Ja, voorzitter, ik stel eigenlijk ook gewoon voor. Want ik bedoel, als er allerlei gedoe is, dan is het vaak zo dat de meest verstandige van het stel maar gelijk moet krijgen om gewoon deze discussie volgende week te voeren, zoals mijn voorstel was. Verheij. Verheij. Mag ik dan het advies van de wethouder horen? Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat een deel van de argumenten heel helder wordt verwoord. En ik denk dat iedereen een beetje gelijk heeft. Waar het gaat over de leveringsvoorwaarden, dat is op dit ogenblik helemaal niet de issue met de partijen. Maar het is wel een hele duidelijke motie geweest, die ik ook even uit het archief heb meegekregen. Dus daarover zou de discussie ook niet moeten gaan, leveringsvoorwaarden van de gemeente. Laat dat wat mij betreft helder zijn. En er zijn vast uitzonderingen te verzinnen, ik ken ze even niet. Maar dat is in principe het uitgangspunt. Tweede is geheimhouding, daar hebben we hele duidelijke spelregels voor. En dat kan bijvoorbeeld gaan over, in dit geval, aanbestedingen, grondwaarden. Wij moeten nog gaan verwerven, dus op het moment dat dat herleidbaar is tot bepaalde zaken, dan wordt het voor de onderhandeling ingewikkeld. En we hebben een hoeveelheid vertrouwelijke informatie van Feyenoord gekregen. Ik zeg even Feyenoord City. En dat is dus informatie die echt onder voorwaarden van vertrouwelijkheid anders gekregen is. Iets anders is, en daar ben ik het heel erg met u eens, de informatie die wij zelf beschikbaar hebben. Het voorbeeld is de second opinion. Daar staat wel degelijk een aantal zaken in waarvan we echt moeten zeggen, die zouden uit moeten halen om een vertrouwelijke of een openbare versie te maken. Maar mijn aanbod zou absoluut zijn om, en wat mij betreft ga ik met projectorganisaties spreken of dat nog voor de kerst kan, om een openbare versie te maken ook van de second opinion. Ik denk dat dat heel goed is. Maar er blijven zaken die we echt met elkaar af moeten spreken dat die geheim blijven. Overigens hebben wij nadrukkelijk aangekondigd als projectorganisatie ook naar alle fracties, naar uzelf, om ook in wat betreft die geheime stukken, uitgebreid informatiesessie met u te houden. Alleen ja, dat moet dan voor een deel achtergesloten doen. Maar zoveel mogelijk die andere zaken transparant. En het is goed om volgende week ook het lijstje te maken. We hebben eerder de MKBA openbaar gemaakt. We hebben de notitie over staatssteun. Is gewoon in de openbare stukken terechtgekomen.
En wat mij betreft kan dat voor de second opinion in een openbare versie ook. Klein. Ja, voorzitter, want nu zitten we toch een beetje in het gevaar dat daar weer een debat over komt. Maar ik zou graag willen, dat is volgens mij ook door de heer Vervenk gevraagd, gisteren ook in de commissie, dat u nog eens door die lijst gaat voor volgende week. En probeert om daar uit te halen wat per se geheim moet zijn, dat u dat voorstelt. En de rest gewoon in de openbaarheid. En dat we daar gewoon volgende week een discussie over kunnen hebben. Wethouder. Voorzitter, dat zeg ik graag toe. In de stukken die u heeft gevonden ziet u een leeswijzer, namelijk openbaar, vertrouwelijk en geheim. Die hebben wij natuurlijk in goed overleg ook met Feyenoord zo opgesteld. Alleen daar zit niet een leeswijzer voor u in met die argumentatie en die wil ik graag met u delen. En nogmaals, de stukken waar wij zelf invloed op hebben, zoveel mogelijk transparant. De andere vraag was van D66 de vraag naar openbare technische sessies. Ik ga daar zelf natuurlijk niet over. En volgens mij had mevrouw Laan een volkomen terecht punt. Als je dat echt openbaar wil doen, dan zijn ook daar spelregels voor. En ik heb net even met de griffier erover overlegd. Dus de griffier met u zal overleggen. En wat mij betreft, gisteren hadden we de eerste openbare sessie over de sociaal-economische kant. Er komen er in elk geval nog twee over bereikbaarheid en financiering. Als het mij ligt, is dat volkomen transparant en openbaar. Verveen. Ja, dank u wel. Want ja, ik zou niet moeten denken dat ik zelf moet gaan zitten filmen daar. Dat is ook niet handig. Maar nog even dat punt van die geheimhouding. Ik heb gehoord wat u gezegd hebt. Natuurlijk kan het zijn, er zit ook een geheim stuk in over kosten van bepaalde verkeersmatige ingrepen. Ik kan me voorstellen dat je dat besloten wil hebben omdat je aannemers niet een voordeel wil geven. Want dat kost de samenleving geld. Maar in alle eerlijkheid, ik zie in de second opinion zelf, zie ik werkelijk niks waarvan ik denk, nou dat moet nou echt om die reden geheim blijven. Dus ik zou u ook echt nadruk willen vragen, want ik heb ook de vertrouwelijke stukken, roze stukken gezien, die na deels afkomstig zijn van Feyenoord, Feyenoord City. Kunt u in ieder geval de boodschap overbrengen? Want ik snap misschien dat ze sommige stukken misschien niet prettig vinden dat het openbaar is, maar kunt u in ieder geval de boodschap overbrengen dat wij daar geen boodschap aan hebben? Alleen om die reden die u net noemt, dat is een reden. En als het om personen gaat, om het geheim te houden. En wat de gemeenteraad, alles verder gewoon openbaar. Mochten ze dat niet willen, dan zijn we uitgepraat. Nog even over de spelregels. Ik denk dat het goed is dat de wethouder wel kennis neemt van wat hier. Want ik ga een einde maken aan dit orde-debatje. Maar wat bedrijven zelf trouwelijk aandragen, dat dienen wij ook als zodanig te beschouwen. Daar moet ik zelf ook als voorzitter van deze raad een beetje op letten. Maar uw wens daaromtrent mag aan zo'n bedrijf kenbaar worden gemaakt. Ten aanzien van de technische debatten en ten aanzien van wel of niet in een commissievergadering. Ik denk dat voor zover wij een technische sessie organiseren in de vorm van een commissievergadering, dient de griffier dat ook wat zodanig te bestempelen. En dan is het ook gewoon een openbare commissievergadering met alles wat daarbij hoort aan procedures, verslagen en ook uitzenden via internet. Dus ik denk dat het goed is dat de griffier nu nog even een memootje maakt de komende dagen over hoe de behandeling voor de komende dagen eruit gaat zien. In die zin is dat denk ik een hele verstandige set. Eerst even de wethouder. Ik mocht alleen maar heel kort voorstellen, dat doe ik ook. Nogmaals, voor volgende week maak ik dat overzicht. En u moet wel zich goed realiseren, wij hebben uitgebreid met Feyenoord gesproken over de selectie openbaar, vertrouwelijk en geheim. En er waren veel stukken die liever aan de hun kant geheim, die we naar de vertrouwelijkheid hebben gebracht. Omdat u natuurlijk zoveel mogelijk dat inzicht moet hebben. Dus nogmaals, ik kom daarop terug voor volgende week. Verheij. Voorzitter, mag ik de wethouder vragen om bij het opstellen van die memo vooral heel zuiver te kijken naar de wet openbaarheid van bestuur. Want die bepaalt namelijk hoe het in elkaar zit. Wij kunnen hier met z'n allen van alles vinden, maar de wetgever gaat erover en die heeft bepaald hoe het zit. Als een leverancier van informatie niet wil dat het openbaar wordt, dan wordt het niet openbaar. En dan kunnen we hier hoog en laag springen. Dan wordt het niet openbaar. En als meneer Verveen het dan gewoon niet in ogenschouw wil nemen en die informatie niet wil betrekken bij zijn afweging, dat is dan zijn probleem. Verveen. Nou, dat is helemaal niet mijn probleem. Dan heeft de stad een probleem, want er wordt een beroep gedaan en zou de VVD moeten aanspreken op gemeenschapsgeld. En als dan diezelfde gemeenschap niet mag meedebatteren of je daar wel of niet aandelen neemt, investeringen doet, dan denk ik dat we met z'n allen een probleem hebben. Inderdaad, want onze basishouding is, ja, als je dat allemaal achter schermen en beslotenheid wil, dan kunnen we nu stoppen met die hele discussie. En natuurlijk bepaalt een partij zelf of ze dat willen, maar hij wordt wel ingewikkeld. Want stel nou eens, de wethouder geeft aan dat de second opinion, wat ik zo'n beetje proef, nou die zou best openbaar kunnen. In een second opinion staan aannames en haalbaarheidsuitspraken over de horeca omzetten. Vervolgens is er een roze document van Feyenoord die nader ingaat op dat onderdeel. Dan wordt hij natuurlijk wel heel ingewikkeld.
Want dan kunnen we het straks wel hebben over de second opinion en de haalbaarheidsuitspraken van een extern bureau over de inschatting op het gebied van horeca. Maar de reactie van Feyenoord op, daar mogen we het dan weer niet met elkaar over hebben. Dus daarom nogmaals maximaal openbaar. Ik ga u onderbreken. Volgens mij, alles wat hier gezegd is, zit een kern van waarheid. En meneer Verheij heeft volstrekt gelijk met de mededeling van bedrijven die dingen niet openbaar willen maken, kunnen niet openbaar worden gemaakt. En dat is aan u als raad, hoe u dat vervolgens taxeert in het politieke debat. En volgens mij zijn het allebei waarheden als een koe. Ik verleg de discussie hierover indien nodig naar volgende week. Dan krijgen we in de tussenliggende tijd twee documenten. Een memo van de griffier over de verdere behandeling. En het verzoek van aan de wethouder om nog eens even met de stofkam door de stukken heen te kijken. Van wat er nog verder openbaar kan worden gemaakt ten bate van het debat volgende week. Ik sluit de beraadslaging op dit punt. Dan hadden we nog 5b. De lijst openstaande debituren van het gemeentelijk vastgoed met bijbehorende notitie. Geen sprekers. En onderdeel C, de geheime toelichting, uitbreiding, bestaande krediet en grondexploitatie, DGE 8921, Sportcampus Rotterdam. Ook geen sprekers bij dit punt. Akkoord. Dan doen we de stemming hieromtrent volgende week. Ik ga met u mee naar agenda punt 6, het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van de Coolsingel. En als eerste spreek op mijn...